Hallo Bredenaars. Het eerste zonnige weekend van deze paasvakantie zit er alweer op. Ik wil al mijn inwoners uit de grond van mijn hart bedanken om al de genomen strenge maatregelen zo goed als mogelijk op te volgen. Het is onwezenlijk te moeten vaststellen dat dit virus al onze dagdagelijkse bezigheden, ons gewoon leven, onze sociale contacten, zo snel overhoop heeft gehaald. We kunnen er terecht eens over vloeken, maar we moeten het allen samen toch nog doen. Er zit niks anders op. Als burgemeester had ik ook liever gezien dat de terrassen van onze horecazaken tijdens deze drukke periode vol zouden zitten. Dat ons strand overrompeld ging worden. Dat de mensen volop konden genieten. Maar de omstandigheden zijn nu eenmaal wat ze zijn. We moeten de strenge maatregelen, opgelegd door de overheid, nu meer dan ooit blijven opvolgen. En vooral blijven volhouden. Vorige week viel Bredene Magazine in alle brievenbussen. Kinderen kunnen de kleurplaat kleuren en krijgen van het gemeentebestuur een lekkere verrassing. We ondersteunen de lokale handelaars met de organisatie van een quiz. Wie deelneemt, maakt kans op een bon bij een winkel in Bredene, eens alle miserie voorbij is. Ik ben bijzonder trots op ons zorgpersoneel, onze veiligheidsmensen, personeel van de warenhuizen, de kleine voedingszaken en iedereen die zijn of haar nek uitsteekt. Bedankt aan al deze mensen. En ook een dikke merci aan al onze vrijwilligers die onbaatzuchtig onze kwetsbaren helpen. Beste Bredenaars, het is nog lang niet gedaan. De voorlopige resultaten zijn voorzichtig bemoedigend. Maar we mogen onze schouders nu niet laten hangen. Integendeel, het is erg belangrijk dat we alles strikt en streng blijven opvolgen. Meer dan ooit. En één ding is zeker. Samen komen we zeker door deze moeilijke periode heen. We laten niemand in de steek in ons warm Bredene. Geloof me, ik ben trots op jullie. Bedankt voor alles.